Het meeste zwaard, het zwaard dat het onheil verdrijft, is het geheime wapen waarmee we de demonenkoning kunnen verslaan. Zelda heeft me gezegd dat wanneer je de meeste zwaard zou gaan zoeken, je zou moeten spreken met de edele boom van dit tijdperk, de Dekuboom. Uiteraard is het zwaard weer bij de Dekuboom. Voordat we de kont van Ganondorf gaan schoppen, wil ik eerst even kijken waar het meeste zwaard is. Oh, en ik heb deze supervette Midna helm. Die heb ik buiten de opnames gevonden. Als je die ook wil hebben, dan adviseer ik je om eens hier te gaan kijken. Helemaal rechts onderin. Voor het meeste zwaard denk ik dat we hier de Hyrule Woud in moeten. Want we moeten op zoek naar de Dekuboom. Oeh, en vlak voor de ingang kan je hier dus ook weer naar beneden. Zal het dan niet zo zijn dat de Dekuboom gewoon daar in het Nederrijk is gestort? Ja, daar is dus het Hyrule Woud. Of ja, ik noem het eigenlijk altijd het Korok Woud. Maar je ziet dus allemaal gekke schaduw. Ja, ik denk dat ik gewoon hier tussendoor naar binnen moet, maar ik ben wel bang dat we gaan verdwalen. Vind jij het leuk dat we op zoek gaan naar het meeste zwaard? Like en abonneer dan sowieso op dit Nintendo kanaal. Oké, we zijn binnen, we zijn binnen. Oh, dit is het verdwaalwoud. Oh, hallo. Groene grutten, wat een ellende. Er klopt iets niet in het verdwaalwoud. Maakt niet uit welke kant ik op ga. Door de mist beland ik iedere keer weer bij de ingang. En zo kom ik nooit terug bij het korokwoud. Wat moet ik nou doen? Ik heb ook gehoord dat er in het minishwoud een groot gat is ontstaan. Wat eng toch allemaal? Ja. Dat is allemaal niet best. Die rare waas, wat zou het toch zijn? Vroeger kon je nog een beetje door het woud dwalen, maar nu kom je er niet eens meer in. Ja, dat is een probleem. Hoe moet ik inderdaad nou weten waar ik naartoe moet? Ja, ik denk dus inderdaad dat we in dat gat moeten. Oh, echt? We kunnen letterlijk nu nergens naartoe, joh, hier. Kijk, hier is het gat. En trouwens, met dat Midna-helm kan je dus ook beter tegen de miasma. Kan je er een beetje doorheen lopen af en toe. Yo, maar hier staat ook een korok. Ik ging even wandelen en nu weet ik niet meer hoe ik terugkom bij het korokwoud. Bovendien zijn mijn vriendjes in dit rare gat gesprongen. Ze dachten dat we via dit gat terug konden komen bij het woud, maar ik weet het niet zo zeker. Nou, ik denk dat ik hier ook inderdaad in ga. Let's go. Wow, dit zal de ingang zijn naar het korokwoud. Ook hiervoor moeten we naar het Nederrijk. Potverdikkie, daar is echt heel veel om te doen. Heel veel dingen beginnen daar. En ik zal eens gelijk even een glimbloemzaadje hier naar beneden schieten. Daar is in ieder geval een boom. Of ik bedoel een wortel. Laten we daar naartoe gaan. En volgens mij ben ik daar dus al wel eens geweest. Oké. Waar gaan we dan naartoe? Toch gewoon hier naar beneden. Het is hier wel heel heet blijkbaar. Ja, dus die kant is denk ik wel uitgesloten. Ik denk niet dat we de kant van de hitte op moeten. Ben ik daar al ooit geweest? Nee, die kant ben ik nog nooit geweest. Laten we dat proberen. Oh, kijk, hier is ook een korok. Yo, mijn maatjes en ik zijn hier gekomen door een raar gat in de grond in te gaan. Maar het is hier een beetje eng. Het is stikdonker en de grond is raar. Ja, ik denk dat we gewoon die koroks moeten volgen dan. Wat als we gewoon hier overheen lopen, dan... Wow, komt het goed, wou ik zeggen. Maar wat is dat? Is dat de Goron-tempel? Ja, ik denk het wel. Oké, ik volg maar gewoon deze wortel, denk ik. Ik zag net in de verte wel een wortel. Oh, kijk, hier is weer een korok. Hallo. Dat is verdwaalmist. Oh, nee. Oh, ja, we zijn nu dan onder het korokwoud. Ja, nice. Oké, we gaan de goede kant op. Even wat meer licht maken met een gigaglimzaadje. Oh, dit is wel een vreemde boom. Yo, kunnen we deze boom vertrouwen? Is het slim om in die bek te gaan? Ik kan hier wel gewoon... Hoppakee, door de hersenpan van deze boom. Nice. Grote poot pakken. Oh, ik denk dat we misschien wel over de bomen heen moeten klimmen, ja. Dit ziet er wel goed uit, want dan hebben we ook minder last van de miasma. Oh, en hier is ook weer een korok. Hallo. Mijn vriendjes zijn er vast vooruit gegaan en ik moet ook verder. Oh, hier zijn drie wortels. Als je rechtdoor gaat, weet ik zeker dat je vlak onder het korokwoud uitkomt. Hopelijk kunnen we vanaf daar in het korokwoud komen. Oeh. En nu ben ik wel echt blij met mijn Midna-helm. Want hier is inderdaad alleen maar meuk. Alleen maar miasma. Oh ja, jullie zeggen trouwens dat ik gewoon met rechts kan gooien. Als ik dan nu omhoog druk, dan kan ik nu een glimbloemzaadje gooien. Werkt die dan ook gelijk? Oh, niet ik die dit pas nu leer. Nee, niet die handen. No. No, 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 no. Laat me met rust. Nee, ga weg. Ga weg. Nee. Of misschien kan ik ze wel verslaan. Ik heb geen idee, maar ik ben nu gewoon lekker aan het rennen. Doei. Doei. Ga weg. Ga weg, jongen. Oké, stop. Goed zo. Oké, ik ben wel een beetje afgedwaald naar de zijkant nu. Maar maakt niet uit. We kunnen hier meerdere wortels even aanzetten misschien. Ik moet daar naartoe en ik ben een beetje naar rechts gerend. Oké, nice. We zijn er. Dit is de Eknupup wortel in het Hyrule woud. Dus dit zijn de wortels eigenlijk van de grote bomen in het woud. Oh, kijk, ja. Nu kunnen we gewoon hier via deze boomstam daar naar boven. Wat is dit trouwens? Dit geeft licht. Geen idee. Zijn gewoon lichten hier opgehangen, zo te zien. Maar anyway, we zijn waar we moeten zijn, jongens. Wat is dit? Hoe noemen we dit?
Als ik hier naar binnen stap. Oké, we noemen dit helemaal niks. Ja, mag ook. Oh, ik denk dat ik hier naar boven moet. Zou dat kunnen? Wauw, zouden dit de wortels van de Deku-boom kunnen zijn? Ja, misschien wel. Dit is een probleem, zegt deze Korok. Ik ben tot hier gekomen, maar er is geen weg naar boven. Als we hier nou recht omhoog konden springen, zouden we zo in het Korokwoud uitkomen. Nou, dan weten wij wel wat we moeten doen. Eerst even deze wortel aanzetten. En dan gaan we hier recht naar boven teleporteren. Want ik neem aan dat deze plek daarvoor gemaakt is. Dit duurt waarschijnlijk heel lang, want Link moet heel veel naar boven, ja, zwemmen. Let's go, Linky. Je kan het, je kan het. Oké, kijk, nu ja, we zijn nu in het Korokwoud. Lekker. En ik zie geen verdwaalmist. Oeh. Ja, daar is die. De Deku-boom. Oh, man. Maar het ziet hier echt niet goed uit. Dit is de grote hoeder van het Korokwoud. Ja, er zijn hier ook nog wel wat Koroks zo te zien. Deze zegt helemaal niks. Ze zeggen allemaal niks. Zijn ze gehypnotiseerd allemaal? Hallo? Niemand zegt wat. Oh, dit is wel een beetje freaky, man. Ik ga toch hier naar binnen, hoor. Wow, niemand zegt wat, joh. Wat is hier allemaal gebeurd? Oh, hier kunnen we hier... Of moeten we misschien hier wel weer naar beneden? Ik denk het wel. Ik denk dat we hier opnieuw naar beneden moeten. Kijk, we hebben iets ontdekt. De schacht van de Deku-boom. Oh jee. Dus we zijn nu in het Deku-woud geweest bij de Deku-tree. En nu moeten we weer naar beneden. Oh my god. Ja, we zijn echt in de boom nu, joh. Oké, en nu? Wat gaan we... Oh, 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 oh. Ja, ik denk... Moet ik die handen gewoon verslaan of zo? Ga weg. Lelijke handen. Pak ze, pak ze. Oh, nee. Ah! Pak ze. Ah! Kom op, Yunobi. Iemand. Ze gaan wel echt heel moeilijk kapot, moet ik zeggen. Maar oké, okay, ze staan in de fik. Toppie. Ik heb mijn vlamzwaard, denk ik, te pakken. Oké, okay, mijn slagzwaard met vuurliesel is wel beschadigd. Die gaat wel een beetje kapot nu. Ja, dit gaat wel goed. Dit gaat wel goed. We zijn ze echt aan het slopen. Laat me los. Hier. Pak aan, vriend. Hop, ze vlots. Nog eentje. Wat ziek idee. Oh, oh. Pak hem, pak hem. Iemand doe iets. Iemand help mij. Waarom doen jullie niks? Kom op, jongens. Ze zijn bijna kapot. Hier, mijn elektrozwaard is ook goed. Oh, daar is Phantom Ganon. Is die er weer? Nee, oh my god, die maakt me bijna dood. Oké, okay, let's go. Pak hem. Wegspringen. Pak hem. Lekker. Nice, nice. Oké, okay, dit gaat vrij goed. Maar ik vertrouw hem niet, jongen. Ik vertrouw hem niet. Spring! Oké, ik sprong te vroeg. Oh, ik heb al mijn recepten nodig om hem te verslaan. Kan hem ook amper ontwijken. Oh, ik kan natuurlijk ook gewoon blokken. Misschien is dat wel slim. Ik heb ook niet zo'n goed wapen meer. Ik heb een metalen miasma knuppel, maar die wil ik niet gebruiken. Ik heb echt allemaal slechte wapens, jongens. Kom op, spring! Waarom heb ik mijn helm trouwens helemaal niet op? Wat is dit nou weer voor onzin? Ik had mijn helm niet op. Dat is echt stom. Spring! Oké, ook goed. Pak hem. Met mijn slechte wapens. Anders moet ik gewoon schieten. Oh, lekker, nu heb ik eindelijk een sprintaanval te pakken door weg te springen. Maar ja, dit wapen, dat doet niet zoveel. Ja, lekker. Laatste klappie. Ik hoop wel dat dit het is trouwens. Lekker, wegwezen. Dit was niet zo goed gevecht. Ik was hier helemaal niet op voorbereid eigenlijk. Ik had amper goede wapens. Ik ben door mijn eten heen. Maar gelukkig lijken we... de Deku-boom te hebben gered. Want de miasma gaat allemaal weg. Kijk eens. Ja, dit ziet er mooi uit. Dit ziet er mooi uit. Dus Ganondorf, die was ook gewoon aan het huishouden hier in het Korokwoud. En alle Koroks waren verstomd en niemand kon het Korokwoud binnen. Ja, want hij weet dat de Deku-tree natuurlijk een hele machtige boom is. De Koroks die zeggen, bedankt dat je dat ding hebt verslagen. De Deku-boom wacht op je in het Korokwoud. Oh, gelukkig is het net gelukt. Oh, er liggen wel gelukkig allemaal topdingen. Ja, miasma zwaard alleen. Hebben we misschien niet zoveel aan. We hebben wel duistere fragmenten gevonden. En nu? Nu moet ik gewoon de hele tijd zo naar boven duiken of zo. Weet je hoe ver het hier naar beneden was? We hebben een aardige tocht te gaan zo op deze manier. Kunnen we hier gewoon naar boven? In één keer? Oh, ik moet wel echt voor de volgende video even weer betere wapens maken en zo hoor. Want dit sloeg echt nergens op. Oh, kijk ja. We zijn in de gang. Ik wil eerst even slapen, jongens. Mag ik slapen in jullie korokbed? Nee? Hallo, ik ben er weer. Ik leef nog. Hey, Hestu. Ja, nice. Tempel. Dan kunnen we gewoon hier naartoe warpen de volgende keer, gelukkig. Hallo, Mr. Deku Tree. Chio zegt dat de Deku-boom me vast wil bedanken. Ga je naar hem toe? Ja, zeker. Als je de wortel achter me beklimt, kun je met de Deku Tree praten. Oké, goed plan. Hallo, meneer de boom. Hallo. Daar is die. Kijk, hij leeft. Oh, jij bent mijn excuus. Blijkbaar had ik een nachtmerrie. Dus jij bent degene die de onprettige aanwezigheid uit mijn binnenste heeft verdreven. Dat was vast geen kleine opgave. Dankzij jou ben ik weer wakker. Bedankt. Maar het is lang geleden dat we elkaar zo hebben gesproken. Hoe gaat het? Nou ja, het gaat redelijk. Het gaat redelijk. De vorige keer dat ik je zag, kwam je hier met de prinses om het meesterzwaard op te halen. Oh, we krijgen weer een herinnering, jongens. Hier gaan we. It is
good to see you. Het voelt altijd zo goed om hem te horen praten. Prinses Zelda van Hyrule. Keeper. En Link. Drager van het meesterzwaard. Ik krijg echt Breath of the Wild vibes. Je zwaard is volledig hersteld. Ja, die ziet er nu niet zo goed meer uit volgens mij. Daar is hij hoor. Maar ja, dit is helaas maar een herinnering. Hoppakee, soepel. Lekker man. Lekker. Great Deku Tree. Thank you. Zelda, bedankt de boom ook. Graag gedaan, denk ik. Zie je? Je hoeft me niet te bedanken. Ik heb slechts gewaakt terwijl het zich herstelde. Ja, de Deku Tree is de beschermer van het meesterzwaard natuurlijk. Maar het meesterzwaard kan zichzelf altijd weer herstellen. Nou, maar hij is nu al echt flink kapot gegaan. Dat hebben we al eerder kunnen zien in deze serie. Maar het kan meer dan zichzelf herstellen. Hoe sterker de heilige kracht, hoe sterker het zwaard. De potentie van het legendarische zwaard is mogelijk onbegrensd. Gepast voor een creatie van een koning. Een zwaard dat al maar sterker wordt. Heb jij nog wat te zeggen, Link? Link heeft nooit wat te zeggen. Vet. Maar ja, nu is Zelda er niet en het zwaard is er ook niet. Deku Tree zegt ook, het lijkt erop dat je het meeste zwaard kwijt bent. Wat is ermee gebeurd? Nou, ik heb geen idee. Ik kwam naar jou om te vragen waar het is. Want de Deku Tree die zegt ook, ik kan het meeste zwaard voelen. Ja, ik kan het voelen. En we moeten blijkbaar daar naartoe, richting Lanayru. En daar is het. Maar het beweegt. Wat kan dit betekenen? Het meeste zwaard lijkt zich te verplaatsen. Het zwaard zal niet makkelijk bereikbaar zijn, maar je moet het toch proberen. Ik weet zeker dat het meeste zwaard op jou wacht. Oeh. Nou, dan gaan we hier maar eens kijken. Het is hier heel koud, dus ik moet even een andere outfit aandoen. Zo. En dan zou het meeste zwaard zich daar ergens moeten bevinden. Maar ik kan alleen echt helemaal niks zien. Nou, weet je wat? We gaan gewoon springen en dan zien we het wel. Richting het meeste zwaard. Ik ga er wel redelijk op af nu, zo te zien. Het zou hier moeten zijn. Hallo? Aha! Jij hebt hem. Jij hebt hem. Oké, die draak heeft hem gewoon. Oké, maar dat komt goed. Dan gaan we gewoon even onszelf de lucht in laten vliegen. Kijk, daar is de draak. Recht onder ons. Oh my god, dit is zo cool. Gewoon bovenop de rug van een draak. Ik denk dat hij daar in zijn kop zit. Daar glimt van alles en nog wat. Wow. Kunnen we dit trouwens pakken? Ja. Daar krijg je een schub van. Nice. Maar zo te zien zijn ze nu wel uit. Ik denk dat het maar één keer kan. Ja, dit kan maar één keer. Oké, we moeten wel... Oh, er ligt hier ook nog wat. Wat is dit? Lichtdrakensteen. Cool. Die kunnen we natuurlijk wel gewoon oppakken zo. Doe als het er toch ligt. Let's go, Link. Let's go. Ga het meesterzwaard pakken. Heel nice. Kijk even hoe vet dit is. Heel gaaf gedaan. Oké, ik ga je van het zwaard verlossen, man. There we go. Daar gaan we. Oh, rustig. Niet boos worden. Ja, ik snap dat het misschien pijn doet. Hou vast, Link. Hou vast. Hopelijk heb ik genoeg uithoudingsvermogen om dit te kunnen pakken. Ja, hij vindt het natuurlijk niet fijn. Dat snap ik ook wel. Het is helemaal niet chill als er iets zo uit je hoofd wordt gehaald. En misschien heeft Zelda er ook wel voor gezorgd dat de draak het zwaard moest beschermen natuurlijk. Oeh, dit gaat trouwens wel hard. Oh, nog een halve cirkel. Nog een kwart cirkel. Oh ja! Ja, je had twee cirkels nodig. Denk ik. Toch? Ja, jawel. Dit gaat goed komen. Wow! What? Ja, die draken van Hyrule zijn wel echt ontzettend vet, hè? Dit hebben ze zo cool gedaan. Oh, maar ik heb hem nog niet. Ik heb hem nog helemaal niet, joh. Wat gebeurt er? Ja, hij is helemaal naar boven gevlogen, volgens mij. Ik heb hem nog niet te pakken. Hij wordt nog steeds beschermd door de draak. Oh, ja, kijk, hij laat hem nu los. Volgens mij mogen we hem nu eruit halen van de draak. Ja, daar hebben we hem het meeste zwaard. Lekker, man. Ja, deze kan dus ook niet kapot gaan, dus dat is wel heel chill. Hij is gewoon gemaakt, want hij was natuurlijk kapot. Vet, hoor. Ja, we hebben hem! Worden geroepen. Door Zelda. Ja, Zelda. What's up? Jouw zwaard.
Het is cruciaal voor het vernietigen van de demonenkoning. Ja, we moesten deze waarschijnlijk ook wel even pakken. Hij heeft het 1 keer verslagen, maar... zijn wonden zijn te genezen met een lange slaap. En als jullie het de volgende keer samen opnemen tegen de demonenkoning, ja, wat dan? Dan gaan we hem pakken, hè? Dan gaan we Ganondorf pakken. Beschikt het zwaard over mijn kracht om je te helpen? Yeah! Lekker, man. Jij bent onze laatste hoop. Ik bid dat het je zal vinden in de toekomst. Zo vet! Zelda heeft het niet naar de Deku Tree gebracht deze keer, maar aan zo'n draak gegeven. Want ze wist waarschijnlijk dat Ganondorf naar de Deku Woud zou gaan, om daar de boel te corrupteren. Maar de draken die zijn nog steeds gewoon normaal. Heel vet. Dat is toch altijd een soort van extra quest binnen deze hele game om het meeste zwaard te pakken te krijgen. En daar gaat hij, hoor. Bazendraak. Jeetje. Het legendarische zwaard dat het onheil verdrijft, getrokken uit de lichtdraak en met de tijd geheeld. Het straalt met een heilige glans die de demonenkoning weerstand biedt. Dus nu kunnen we Ganondorf echt gaan verslaan. En hebben we Zelda Tears of the Kingdom bijna uitgespeeld. Doe een duimpje omhoog als je deze serie vet vond. Abonneer als je ook dat einde nog wil zien. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!